Het likes te staan. Hallo iedereen. En welkom op dit kanaal. Just Jade. Normaal zit ik altijd op die plaats. Maar vandaag zijn we weer terug met Iska. Ja. Oh. Het is weer een nieuwe hashtag #jarentest. Yes. En vandaag gaan wij Moshmosh uittesten. En vandaag hebben wij een challenge om daar een toren mee te maken en om die te unboxen. En er is ook trouwens een winactie aan verbonden. Dus als jij een groot mystery pakket van Moshmosh wilt winnen, blijf dan zeker kijken. Als wij onze handen zo vormen en onze ogen toedoen, komt daar opeens een pakketje tevoorschijn. Dus doe maar. Wow, super! Yes. En er zaten ook glitters bij! Confetti bedoel ik! Oeh! Kijk hoe leuke verpakkingen! Oh, super cute! Kijk! Die zijn in verschillende kleuren! De eerste ronde wordt gewonnen door wie de meeste Moshmosh squishies heeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! In de blauwe verpakking zaten iets meer Moshmosh. Oh, eentje sorry. Maar. Eerst puntje is voor mij. Sorry. Oh, die laat mij wel zo'n beetje aan feest denken. Zo, en hier staat ook nog zo'n vlaggetje. Ja, kijk hoe leuk. Het zit echt heel speciaal verpakt. De blauwe. Het zijn heel vrolijke kleurtjes. Op naar ronde 2. En nu gaan we alle Moshmosh uitpakken. Maar er zitten bij de Moshmosh dus gewone Moshmosh tussen. En er bestaan verschillende soorten. Die ga ik jullie straks op de kaart laten zien. Oh. En dus hier zit de kaart rond. Dit is de kaart. Als je superleuk. Ja, dat is echt super tof. Hier staan alle soorten Moshmosh op. Als je een roodsterretje hebt, dan zijn ze speciaal. Maar als je een blauwe diamant hebt, dan zijn ze ultra rare. Dus echt super speciaal. Dus laten we hopen. Er zijn 6 soorten groepen Moshmosh. De party animals, de happy campers, de sunbathers, de daydreamers, de couch potatoes en de adventure seekers. Ik heb hier een roodsterretje. Een mooi blauw kleurtje. Lijkt zo'n beetje op het spookje en die oortjes zijn ook heel schattig. Ik heb een roze zeester en een unicorn. Volgens mij is die ultra rare. Ja! Oh my god! Hier staat dus de witte unicorn en dat is deze. Heb je ook een ultra rare? Nee, maar wel een rare, zo'n roze sterretje. Dat is deze. Het zijn van die jelly squishies. Oh, ik heb ook dat roze spookje dat je had. Ik had een blauw. Ik heb nu een roze spookje en een witte zeehond. Maar het heeft een heel schattige staart. Ik heb ook nog deze. Ik heb zo een bijna doorzichtig egeltje en een groen hondje. Kijk hoe grappig als je daarin knijpt. Die vind ik echt grappig. Is kei grappig. En die heeft pas een mooie roze. Ik heb een paarse. Dit is mijn laatste verpakking die ik moet open doen. Oh, ik heb een panda. Ik heb ook een panda. Oh, ja, dat zijn wel twee andere dingen. Ja. Deze zijn echt super schattig. Ik heb een hondje. Oh. Die is echt super schattig, dat hondje. Een groen konijntje. Nu gaan wij er onze favoriet uitnemen. En welke is dat bij jou? Deze is mijn favoriet. Zo schattig, zo mooi roze. Mijn favoriet is de doorzichtige egel. Ik vind die echt heel schattig. Die is ook zo heel leuk om in te knijpen. Nu gaan we eens kijken wie de allerzeldzaamste heeft. Deze 4 zijn zeldzaam bij mij. En bij mij ook deze 4, maar dan deze. Ja, dus we hebben allebei 4 zeldzame. Nu komt ronde 3. Het is super spannend! Yes! Wij gaan namelijk een toren bouwen met de Moshmosh. En wie het eerst de hoogste toren heeft, is gewonnen. Ja, aan een zoveelspeler. Oh. Oh.
Ja, elk bent... Echt. Zet je dat af? We zullen nog eens herbekijken. Iske krijgt dan ook nog een punt. Dat Iske het winnaarspakket ook mee mag open doen. Oh, zitten er nog twee in. Oeh, wat zit erin? Oh, die is kei leuk. Ik heb een superleuk katje. Ik heb ook een liggend katje. Woe. Dit waren onze bosjes. Die botsen. Ik vond het superleuk om deze te unboxen. En dan nu volgt de winactie. Dus wil jij nu ook een super cute Moshmosh pakket winnen? Wel, dit kan door mijn favoriete Moshmosh onder mijn Instagram foto met de Moshmosh te reageren. Dus ik heb in ronde 2 gezegd welke mijn favoriete squishy was. En jij moet dat dan reageren onder mijn foto op Instagram. Dit is Jana haar Instagram. En ga haar zeker volgen. En vergeet ook niet te abonneren en een like te geven. En heel mijn kanaal over te geven. Dus, toedeloo. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken.